Nou, sinds februari dit jaar ontvang ik ongeveer elke 14 dagen een bekeuring van parkeren zonder te betalen op het Frederiksplein de meeste. En dan, maar ja, ik kom er nooit, dus ik weet ook niet, maar ik ben wel een keer een kentekenplaat verloren. En ik vermoed dat er iemand mee rondrijdt. Ik miste hem en toen ben ik de garage gebeld. Je hebt nieuwe kentekenplaten voor me besteld. Maar daar staat een eentje op, zoals je ziet. En op die oude niet. Dus dat is het teken dat het dus een vervanger is. Maar dat kwastje is niet gevallen daar bij die parkeerpolitie. En Rijksdienst Wegverkeer gebeld. Moet ik daar nog wat mee? Nee hoor, mevrouw, alles staat geregistreerd. Niet dus, blijkbaar. Wat denk je hiervan? Ze zijn niet te betellen. Het zijn boetes, aanmaningen, dreigingen met een wielklem en wegsleepregeling. Gebeurt helemaal niks. En dan kunnen de volgende licht na een paar weken weer in de bus. Dit is een dikke €1000 wat ik al te binnen heb. Dat gaan we niet doen. Ik denk dat ik ze maar inlijst. Ik zou het anders ook niet weten. Of er een kampvuurtje van maken, dat is ook wel leuk.